Yo, dag gasten, welkom bij deze gloednieuwe video. Mijn naam is Jeff, leuk dat jullie te kijken naar deze allereerste aflevering van Voetbalmanager. De Brighter Carrière Mode. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Dit is de allereerste video van mij op dit kanaal. JT Boys NL. Ja, we gaan eigenlijk gewoon meteen beginnen. Waarom ook niet. Dan gaan we een nieuw spel starten. Carrière. Zoals je ziet heb ik allerlei dingen. Heel club names, heel competition names. Dan gaan we bevestigen. Ik heb wat extra dingen toegevoegd, zodat alles wat vetter is en zo. Keukenkampioenvisie. Hoe meer leaks ik toevoeg, hoe groter de database is. Hoe schat de spelsnelheid. Nou. P en La Liga. Ik vind het ook nogal leuk. Frankrijk wil ik toevoegen, Duitsland wil ik toevoegen. Zwitserland is ook nog wel leuk. Ja. Nou, ik toe. Maakt me niet uit. Derde Bundesliga. Ik pak Engeland en dan noemen we lekker. Laat 11-7. 18-7 zie ik. 15-7. Laat. We zijn de Champions League. Laat. Boom. Ja, maar nee, je spel staat in. Ja. Dan zeggen we, je hebt nog helemaal geen club geselecteerd. Nee, dat klopt. Dan moet ik dus nog. Dan moet ik dus nog doen, dames en heren. Vind je deze video's nou leuk? Laat even een like, abonneer, reageer. Het is de bedoeling, Nathan, een vriend van mij, die doet ook mee op het kanaal. Hij uploadt ook één keer in de week. We uploaden één keer in de week een video samen. Vanaf Fortnite, It Takes Two, tot van alles wat we samen gaan doen. Je kan echt alles zien op ons kanaal. Ik en het alles. Laat even weten wat jullie nog meer willen zien op ons kanaal. Van Minecraft of wat dan ook. Dan ga ik kijken en Nathan of we dat willen doen. En wat dan. Vind je dat leuk? Laat het ook even weten. En ja, let's go eigenlijk. Dan zie ik jullie zo meteen als die klaar is en met laden. Oké, nou, we gaan dit profiel gebruiken. Even Brandy. Ik pak Engeland. Dan pakken we de Premier League. En dan pakken we Brighton. Ik zie ook dat we daar nou eigenlijk dubbele functie denk ik gaan doen. En dan. En dan doen we gewoon even één ploeg. Zo. We kiezen bij Brighton. Nou. Op bevestigen. Ik heb ervaring van spelen gewoon interland, wereldwijd niveau. En continentale pro licentie is alles goed. Brighton. Een hoofd Albion voetbalclub niet brengen. Brighton heeft met de aanstelling wat heeft Brandy als nieuwe manager vandaag bevestigd. Er worden vraagtekens gezet bij de aanstelling van de onervaren 20-jarige oude manager. En er zullen vast veel vragen voor hem zijn wanneer de media onder de ogen komt. Brandy is een handtekening gezet op een 3-jarige deal van 430k per maand. Hij vervangt de vorige manager Roberto De Serbi. Oké. Heren, hier kan je een reputatie, 9e of wat. Zien wel Berk, Lalane, Trossard. Boeit ons allemaal niet. Nou, dit is de clubvisie.
Einde van het seizoen huidige. Eigenaar met de mogelijkheid wees competitief in de V-Cup EVL. Lijfs willen dat ik eigenlijk alleen maar in het middenmoot eindig. Wij willen natuurlijk gewoon midden in de top. Verwacht sporten wordt gerespecteerde Premier League team. We halen betere rotatie dan Crystal Palace. Oké. Okay. Volgende. Nee. Ja. Elke maand. Opslaan. Maar ik heb jullie weer terug. Zo. Nou. Ik zie dat Lalana. Joe Veldman of zo. Nou, zie je het. Dan krijg je tactiek, supporters profiel, de harde kern, daar hebben we 6% de kern. Familie is meer dan wat dan ook, casual en zo. Om te handelen, ik wil natuurlijk wel even iets beter. Waar je nu in de rea. Ja. Voorstellen. Vestigen. Ze zijn niet akkoord mee. Dit is wat komende seizoen. Aan de derde ronde. Vierde ronde wil ik minimaal bereiken. Oh, eigenlijk wel. Boeien me niet, boeien me niet. Nou, ik ga even snel de contract verlengen, maar ik zo bij jullie toch. Oké, we gaan nu even de tactiek weer doen. Ik doe gewoon tiki-taka lekker. Nou, ze willen het liefst 5-2-3 spelen. Timepje betekent altijd goed. Druk ik gewoon op zijn opstelling. Oké, kijk, dus hier nu zal we Sanchez hebben, Veldman, Dunk, Esposito, Lamptey, Gil, Jomer, Casado, Trossard, Unaf, Marsh. En dan op de bank nog met Gil, Conheel, die hebben de schuur. Mac, Ott, Aster, Danny Welbeck, Van Hekken, is dat een Nederlander? Van Hekken? Ja, Jan-Paul Van Hekken. Zijn meeting. En daar is belangstelling voor. Oh, nou, deze kan je over mij dus niet weg. Trossard is ook bewezen voor de clubs. Jason Stiles. Engelse Goelman 31. Pascal Skrob. Karoo op Mitubi. We hebben Kjell Scherpen hebben voor u. Aan de Adam Lallana, die is 2-4 weken geblesseerd. Jacob Moyle is 10 maanden geblesseerd. En wie bij het ontwikkelingsscherm zie ik dat ik een spits heb, even functie kan weten worden dan Trossard. Deze guy ga ik wel naar het eerste halen. En jou ook. En jou ook ga ik naar het eerste halen. Oké, okay, je ziet dus dat Steel, onze derde keeper, is oud. Nou, wat we dan gaan doen is met hem. Ik ga even kijken. Want Welbeck is ook best wel oud. We hebben Pascal Skrob nog. Dunk. Die wil ik even ook nog afkomen, want dat is toch belangstelling voor hem. Marsh, hier nog over na te denken. Webster, 27, kan nog wat. Toenvaf kan ook nog wel. Ze hebben een killkant, dus niet. Dus deze 4 spelers ga ik even aanbieden. Voor transfer. Ja. Oké. Okay. Dan hebben we hier dus die wissel op 1-1-2023. Dus deze kan ik graag zo in de zomer. We gaan even kijken wie ze allemaal hebben voor Koch. Cucurella, Bissomo, Maupai. Oké, okay. Geen bijzondere spelers dus. Scouting. Spelers die zijn gescout. Zou Pedro op het aanbevolen. Is ook een leuke spits eventueel als Oene. Maar hier kan ik ook nog kijken naar de rating. En een pick voor dat eerste keeper. Is ook wel leuk. Maar dit ga ik even alles selecteren. Acties verwijderen. Doet hij even. Nee, ik wil dat gaan kijken naar een spits. Een doelman. Ik wil dat ze zoeken gaan naar een nieuwe spits. En ik wil dat ze gaan scouten naar een nieuwe centerback.
Oké, okay, dan ben ik zo weer terug op een nieuwsje. Oké, okay. Tottenham Hotspur brengt de bot uit voor Dunk. Zijn vraagprijs is 41 miljoen. Oké, okay, we krijgen in totaal dus 30 miljoen. Kijk, Brighton, Tottenham zou 15 miljoen vooraf. Het zou 15.250. En vervolgens 15.6 maanden. Nou, dus de potentiële waarde is 30,5 miljoen. Dus daar ga ik wel akkoord mee. Maandelijkse vergadering. Nou, daar ga ik één. En dan in de bespreking. Doei. Daar heb ik eigenlijk nooit geen zin in die bespreking. En we hebben ook trouwens een oefenwedstrijd. Daar ga ik even allemaal aflassen. En dan denk ik. Maar dan ga ik heel even naar kijken. Oh, we hebben de eerste wedstrijd gewonnen met 1-0. Toen met 3-0. 3-1. Schalke. Rijdt. Dan heb je nog een oefenwedstrijd. En dan hebben we Wolves. In de tweede ronde van EVL Cupal. We hebben Wolves gestemd. Als we een Wolves worden, dan wel moeilijk. We stemmen. Moeten we eigenlijk wel kunnen pakken. Southampton, Crystal Palace, Chelsea wordt nog wel moeilijk. City, Liverpool, Leicester, Arsenal, Castle, United. Dit is eigenlijk een moeilijke maand. Deze 3 maanden, oktober, september. Dan heb je 2 wedstrijden in november. En dan wil ik eigenlijk nog weten of ik bij Nederland, bij een nationale elftal kan komen dat we mee gaan doen met het WK. Taxcode, dus iemand komt te laat voor training. Iemand komt niet opdagen, rood, geel, weet ik niet. Om over een nieuwe club te zoeken. Welbeck. In mijn weg. Doei. Okay, doei. Jan Stevens. Nou, dan niet. Uw aanbiedingen voor hem. Ik heb geen idee wie dit is. Nou, in ieder geval. Accepteer ik ook wel. Accepteren we. Accepteer ik ook wel. Nou. Ik ga geen belofte doen. Ik wil ons kwalificeren voor de Europa League. Nou, we vinden wat dus niet. Daar ben ik het eigenlijk niet mee eens, want wij zitten wel in Europa League, nee. Maar als je eigenlijk nagaat, in de Premier League kwalificeer je hier al voor de Europa League. Conference League, Europa League, Europa League. Nou, ik vind dat gewoon serieus haalbaar. Ik wil eigenlijk sowieso in de top 10 eindigen wel. Minimaal dit jaar, en dan volgend jaar sowieso meedoen om Europees voetbal. Liefst dit jaar gekomen. Hoera! Sorry. Nou, zoals nu hebben ze dan een oefenwedstrijd. Nou. Ik ga er niets aan doen. Oefenwedstrijd, dat boeit me niet. Competitiewedstrijden krijgen jullie wel gewoon een beetje te zien. Ja, dat moet ook gewoon gebeuren. Nou, dan zien we op 1-0 winnen de oefenwedstrijd in de eerste minuut. Nou, prima. Dus alles wel mooi. Selectie breiden voor trainingskamp. Automatisch talenten meenemen. We gaan naar Riet. We komen naar boven met schijnt. We nemen 3 keepers mee. We nemen 14 verdedigers mee. 19 middenvelders en 4 aanvallers. Waaronder deze guy dus. Waar ik zijn training ga dubbel boosten. Nummer 1 is tijd. Aanvallende bewegingen. Ga ik dat eens even lekker doen. Dan hebben we hier een bot voor Moreno. Nou. Scouting. Ze hebben gescout. Een verdediger. Een linksachter achter en nog een centraal verdediger. Oh, dit is zo'n ding, maar die is voor mij toch een aanvallende buitenspeler. Ja, maar wat moet je nou van hem? Nee. Oh,
Oké, dan zeg ik, ik ga even op zoek naar wat spelers en dan ben ik zo bij jullie terug. Oké, dan zeg ik, ik heb net een bot uitgebracht op een verdediger. Nu wil ik dus ook nog een extra doelman hebben. Het mag eventueel ook gewoon nog een eerste doelman zijn. Ik kijk hierna naar wereldreputatie, zoals Panier. Kijk, ik kan dan niet geïnteresseerd in de transfers. Dan krijg ik alle keepers die niet geïnteresseerd zijn in deze club. Ik zal eerst denken aan een Rocher. Dat is ook wel leuk. Een Areola, een Buffon. Een Buffon staat niet te koop, maar ik ga het gewoon proberen. Wat uitbrengen. Waarde. Ik bied gewoon 2 miljoen, 2,5 miljoen voor Buffon. Aginet is hier dat Abadinier. Dus dan gaan we daar ook nog even een bot op uitbrengen. Van 9,25 miljoen. Nu moet ik dus ook nog op zoek nog sneller een spits. Gonzalo Higuaín. Wouter Weghorst zou ook nog wel komen. Rodrigo. En is Unan. Is een Higuaín. Maar als je kijkt, ik kijk ook hier naar dan. En ik kijk uithoudingsvermogen is een 10. Twee van Wout Weghorst zijn een 17. Hij is wat minder snel. Maar. Ik kan hem dus niet kopen. Nu heb je Jonathan David. En die leek me ook best wel interessant. Omdat hij. Kijk, ze hebben 47 miljoen. Dat ga ik er sowieso niet voor betalen. Ik bied ze gewoon. 36 miljoen. Kijk, daar gaan ze ook gewoon akkoord mee. Ik heb dus een jonge. Ik heb een goede verdediger gevonden voor 25 miljoen. Nou, dat kan ook nog wel dan. Ik heb hier een bot voor Adrien Panier. En een bot voor David. Nou, iedereen gaat lekker akkoord. Gaan we even reageren. Dat kan gebeuren, dat iemand transfert. Als het nou het volgende ding is, laat ik je het zo meteen weer weten. Oké, dames en heren. Bristol City. Nou. Nou, oké. Buffon gaat ook akkoord, dus er waren wat de biedingen en zo. Nou. Dus we kunnen deze gewoon lekker. Doorgaan. En s'avonds doorgaan. Oké. Ik ga een berichtje dat we de selectie moeten samenstellen. Nu ga ik dus McGill niet opstellen. Robert. Ik doe McGill nog wel, maar John Steele niet. Nou, ik ga jou ook gewoon meenemen. 25 spelers. Want de 8 tot 9 maanden, tot 9 tot 10 maanden is geblesseerd. Nee, maar ik schrijf hem gewoon toch in. Waarom? Omdat ik hem gewoon toch interessant vind. Deze spelers hoef ik allemaal niet in te schrijven. Van de club. Van de dingen. Nou, oké. Dan gaan we weer even door. Tot zo, jongens. Oké, dames en heren. G tekent. Lalana tekent. Kanarek krijg. In beroep gaan. Kijk, we gaan gewoon lekker in beroep. We gaan gewoon voor iedereen. We gaan gewoon lekker in beroep. Lukt het nou niet, dan kan ik ze alsnog tekenen. Ik moet ook de nummers bekend maken. Dan doe ik altijd alles verwijderen.
Dan kijk ik altijd eerst naar favorieten. Nou, dat is Lana alleen maar nummer 20. Dan ga ik kijken naar algemene informatie. Nou, dat lukt dus niet. Nou, dat gaat ook dus niet. Nou, Robin Sanchez is tot nu toe gewoon onze nummer 1 klaar. Dunk staat er. Even een bot gehad, dus die ging weg. Webster. En dan gaat het ook gewoon lekker automatisch. Albertijn. En Nina. Nou, tot zo. Oké, nou, dit zijn alle rugnummers. Salah, Haaland, Son, Kane, Ronaldo, Vardy zijn een van de 6 topscorers. Nou, Piet Keelwaai op huurbasis aan. Dat wordt aanbevolen. Vertraging. Werkvergunning. Oh, dan op 30 juli. Vertraging. Oké, Dunk gaat naar Tottenham toe voor 16,5 miljoen. Maar hij gaat voor 30,5 omdat er nog wat bij komt. We moeten ook nog even wachten op Lallana Cricket Bezorgheid. Nou. Gaan we door. Vraag van dingen, reageren. Nou, kijk, we zijn nog aan het wachten op deze guy. Op David. En op Buffon en Banier. Als die twee komen, hebben we gewoon een paar goede spelers erbij. Dat wil ik dus ook gewoon graag, jongens. Ik wil graag ook gewoon goede spelers meenemen overal naartoe. Hoe meer spelers we hebben, hoe betere spelers we hebben, hoe beter het is. Ik zit te wachten op transfers, zodat ik weet hoeveel transferbudget we over hebben. Of we moeten kijken naar nieuwe spelers. En of het betaalbaar is. Zoals David, die laat ik gewoon, als hij voor Rieter is, dan kan ik hem laten spelen. Nou, niks bijzonders voor ons. Bevestigen. Doe me niets, nee. Ik krijg ook elke keer dus naar zulke mailtjes. Oh, sorry. Oh, kijk, ik zal maar even filteren, jongen. Nou, kijk, dit is onze selectie. Dus 11, want ik heb nog vandaag geen centerback mee. Nee. Dus daarom moeten ze eigenlijk gewoon opschieten met die spelers, zodat ik ze kan bevestigen. En zodat hun quiz komen. En dat wij dus dat kunnen doen. Ik zie ook dat wij 2 dagen daarna alweer een oefening hebben tegen Brighton 2. Ik weet niet of dat wel verstandig is, maar oké. Arlena is nog maar 2 weken geblesseerd. Oké, Jonathan David krijgt een werkvergunning. Dan gaat 61 miljoen wordt ingehouden. Dus dat is best wel veel. Selectie inschrijving. Jonathan David, kom maar mee. Kin 11 dan nummer 2. En die nou. Op het ei. Bevestigen, opstellen, op de. Dus dat betekent dames en heren dat we onze eerste speler al binnen hebben, dus dat is gelukkig David. Rondvernieuwing af, rondvernieuwing af. Hou het gewoon wat spits centraal, lekker. Nou, ik verzal me wel een poei met mijn niks. Zo jongens. Laag.
Zo, ik krijg ook nog wat transferbudget erbij. Dus dat is wel mooi. En zie ik jullie zo meteen zo. Ik heb zeggen, morgen zeg ik al die dingen. Die morgen is al die oefenwedstrijd in de game. Dus ja. We zullen even nadenken. Ik zal weer terug. Ik kan namelijk zeggen, ik heb wat leuk nieuws. Buffon komt naar ons toe. Er wordt 2,8 miljoen. Nou, boeit mij helemaal niks, jongens. Nou, straks je inschrijving. Buffon. Bevestigen. Nou, indienen. Terug. Dus ja. Vlak voor de wedstrijd van Wolves stop ik de aflevering. En dan zien jullie dat in de volgende aflevering. We simuleren nog de wedstrijd tegen Wright en Brighton en Hove en Albion 2. En ik tegen geluk zeggen de belangrijke wedstrijden zoals Wolves en gewoon de goede wedstrijden voor de Champions League, voor de Premier League. Die zien jullie en de rest wordt gewoon geskipt. Ach ja, nou, tot zo. Alright, dan zeggen we begonnen met 3-2. Nou, Welbeck, Ferguson. Jonathan David heeft dus niet gespeeld. Wat ik heel raar vind. Want... tactiek. Je Buffon staat er namelijk ook al in. Dus ja, nou. Dus nou ja. Oké, ik zie je zo. Oké, dames en heren. Buffon. En dan Lallana. Aanvoerders. Zo. En waarom we Buffon de aanvoerder, omdat Buffon over zijn keeper wordt. Deze gaat tegen tweede klaar. Wissen. Ach ja. Volgende. Oh nee, ik heb ook op spelen gedrukt, jongens. Nee. Oké. Nou, dit zijn ze doen. Ik ga nou een beetje kunnen kijken. Dit zijn bijvoorbeeld alle wisselspelers. Dus Oendaf. Dit is een beetje de hoofdwisselspelers van ons. Zelbek en zo. Ook een beetje. Dus zoals Van Ecke, Oendaf. Welke spelers ik allemaal kan selecteren voor de eerstvolgende wedstrijd. Ik ga het ook echt allemaal noteren. Gewoon persoonlijk voor mezelf. En dan zie ik jullie zo meteen. Oké, jongens. Nou, wat ik altijd mensen doe is altijd lekker aanvallend spelen. Mijn team. Ik beheers dit team. Niet het andere team, alleen dit team. Ik heb maar tegen mijn assistent gezegd: joh, pak jij dat team maar. Tegen Mark. Lamptey. Oeh, Lamptey is erover. Ik wil trouwens een tweede serie ook gaan doen. Misschien dat ik zelfs twee keer in de week ga uploaden. Ikke. En dan is gewoon de Nederlandse elftal carrière ook. Die. Dat lijkt me echt gewoon fantastisch.
Ja. Oké, okay. Una scoort bij Buffon. Oké. Okay. Ik krijg heel verrassend. En ik ga gewoon roepen dat ik meer ijs. Klaar. Jonathan David. Trossard. Espeane. Koguil. Die kan de bal niet krijgen bij Max. Ja, dat is wel best interessant ook. Ja. Oké, okay, we krijgen Mac Allister. Koguil komt over. Het eindigende doelpunt is voor het tweede team. Die voorstaat met 1-0. Hier is Joël Veldman. Marx. Kajsio Trossard. Die bal komt echt gewoon niet aan bij Marx. Kajsio doen, Marx. Oh, Jonathan David stond net niet goed. Oké, okay, we gaan wel wat beter spelen dan. Kajsio doen. Ze hadden 7 tot nu toe als beste. Kajsio, Veldman, Lamptey. En terug naar Buffon. McAllister, Trossard. Terug naar Webster. McAllister, Marx. En die schiet nog gewoon naast. Ik weet niet hoe die dit kan missen, überhaupt nee. Hij speelt dus geen fantastische wedstrijd. Ja. We waren al vermoeid omdat we ook al een vorige wedstrijd hebben gespeeld en zo. Dus ja. Webster. En dan McAllister. En Marx. Je gaat gewoon weer rennen. De Jonathan David. Trossard. Esposito. Trossard op de paal. Mitoma. Trossard. Ja. Cool. Webster, Mac Edison, Marx, Espuane, Jonathan David. Hij schiet gewoon weer op de paal, jongens. Hoe kan dit? Ik ga gewoon zeer afvallend spelen. Ik weet niet hoe het kan. Ik weet echt niet hoe het kan. Tactieken en wissels. Ik kan hier eens zien wat hij heeft, dus als ik... Dus ja, dit is de plan wat we gaan doen. Marx gaat eruit. Tweede helft starten. We hebben hier Trossard, dat cool wil. En die wordt onderuit gehaald door Undarf. Ja, natuurlijk, er worden geen gele. Oh, er wordt wel een gele kaart gegeven trouwens. En Sommerans, die hadden wij geel. Toen nu doen we Mitomata, Undarf en Ryan het goed bij de tegenstander. Op onder zit Webster, Edelstein en Kaisi Doi. Dat is prima. Nou, dan gaan we ook gewoon wisselen. Als hij het zegt, doen we het ook gewoon. Kajsio heeft een prima wedstrijd gespeeld. Of een wedstrijdje voor de club. Hier is Trossard. Dat is een hoekschop. Mac Allister. Ferguson. Kajsio. Oeh, nog een keer een hoekschop. Jinx. En die Jinx. Dus ja. Bond David. Estepuane. Jongens. Lamptey. En Lamptey scoort, jongens. Dat is fantastisch. Dus ze staan wel 1-1 nu. Dus door Lamptey. Ik vind het wel gewoon prima. Alweer wordt iedereen eraf gehaald. Oké, dan gaan wij ook even de rest af allemaal wisselen nog.
Corsair eraf voor. Charlie komt erin voor. Voor jou. Op het ijs, ja. Terwijl je Trossard is naar David. Naar Jonathan David. En Jonathan David scoort gewoon zijn eerste goal van Leicester. We zijn al bezig met de 2 minuten voor. Ja, we gaan door met deze wijzigingen. Dus ik wist echt de hele elftal meteen. Jonathan David heeft dus nog wel gescoord. Dus dat laat zien dat hij gewoon nog in de basis wordt. McGill heeft een goede bal, vind ik. Ifield. Zo, ik ken iedereen van Brighton. Hinchy, Jenks, Knight, Beckham, Ivy. Trouwens, het is ook een buitenspel. Dat maakt alsnog niet uit. Het gaat dan een beetje gelijk over. Ja, het is het eerste tegen het eerste. Ja, iedereen wil bij het eerste horen. Dat is gewoon zo. Iedereen wil gewoon bij het eerste spelen. Klaar. Dat is altijd standaard, dames en heren. Iedereen wil altijd voor het eerste spelen. Nou, Mikkel weer met een goede redding. Ifiel. Ik denk dat Mikkel onze... Thomas is een oude guy, ja, die ga ik gewoon verkopen. Jenks. Estipuane. Die schiet naast. En het is voorbij. De scheidsrechter vlak meteen af. Die denkt, weet je wat, zoek het allemaal lekker uit. Daar heb ik echt geen zin meer in, hoor. Waar ben je? Nou, in ieder geval, ik denk, ik zeg ook maar wat. Unai heeft goed gespeeld. Lamptey. David Webster. Welbeck heeft echt tering slecht gespeeld. Dus die gaan we ook gewoon verkopen. Voor de rest van Rotterdam is het allemaal prima. Niet ingeschreven. Nou, Leicester wil hem eigenlijk kopen. Ik kan hem eigenlijk wel in principe gewoon verkopen. Maar dan wil ik er wel minimaal 30 miljoen voor hebben. En dan kan die keer heel blijven. En dan koop ik gewoon nog een goede derde keeper, de tweede keeper erbij. Achter Buffon. Want ik vind Buffon gewoon een prima keeper. En Keo ook okay, of ook gewoon goede wedstrijden gespeeld. Waarschijnlijk dat ik Keo bijvoorbeeld in Premier League wedstrijden of bekerwedstrijden ga laten spelen die gewoon niet boeiend zijn voor ons. Dan. Want ik ga ook even snel kijken hoeveel budget wij nog hebben. Centjes zou over. Belangstelling. Dan zit er nog 500.000 aan. En Danny Welbeck. Nou. Wij hebben nog 2. Maar ik ga laten zeggen hoe dat wij nog 46 miljoen dus hebben, ja. Nou, als ik ga kijken naar het team. Missen wij eigenlijk gewoon. Zit er nog 1 centerback erbij? Oh nee, ik heb hier van Heek. Welbeck, David. Nou, David, jij gaat sowieso spelen. Toen heb ik nog van denken, jongens. Ja, dus laat hem gewoon lekker spelen. Buffon gaat eruit voor Sanchez. Cahill.
Wat ik eigenlijk nog mis is gewoon een goede middenvelder. Want je hebt je Gilmore, nou, die weet ik tegen hebben, in ieder geval Cross. Want Cross is gewoon fantastisch, Keizer is dan. En March is ook gewoon fantastisch, dat ik Esposito beter vind dan March. March gaan we daarom ook dus gewoon lekker voor kopen. Ik wil denk ik sowieso, dan ga ik op zoek naar een nieuwe middenvelder erbij. Want van Mike Edister word ik sowieso niet tevreden. En... dus ja. Dan gaan we op zoek naar spelers die binnen gescout zijn eerst. Dan zie je... nou, dan heb je hier gewoon een hele lijst. Amrabat. Kendira. Ik weet niet of ik het wel ken. Kendira. Sami Kendira. Sami Kendira. Ja, hier, helemaal terug. Dat is hem, ja. Nu ben ik zo'n scout dus. Nou, dan gaan we spelen ze binnen een bezoek. Dan gaan we deze wegklikken. En dan klik ik deze aan. En deze. Dat is een soort van twee posities hebben. We hebben van Line hier. Nou, die hoeven mij dus niet. Ik zat eerlijk te denken aan... nou, laten we dan wel even alles sorteren op prijs. Hadden we nog wel een beetje kunnen nadenken. Zelinski is ook wel leuk om erbij te hebben. Bennacer, dat vind ik een interessante. Dan ga ik spelerruil doen. Nou, ik wil March inleveren, maar ik denk niet dat we daarmee akkoord gaan. Terwijl ik een aanbieding krijg van 21,5 miljoen. Ik ga er akkoord mee met Aston Villa. Deze kaart komt ook nog naar om toe, nog dan 19,5 miljoen. Maar wie heb ik dan in het team staan? Colville. Webster en... die heb ik gehuurd van Chelsea, dus ja. Ik ben benieuwd wat Chelsea me hiervoor vraagt. Oké, okay, 20 miljoen. Oké, okay, dan vind ik die 20 miljoen het eerder waard voor de speler die ik al heb. Dan eigenlijk die waarvoor ik moet betalen dat ik die speler dus al heb. En ik wil hem gewoon fantastisch vinden spelen. Dus ja, waarom zou je dat dan doen als het er niet eens hoeft? Ik zie wel dat ik zo meteen naar mijn werk moet. Maar ja. Ik ga trouwens ook gewoon hier lekker bij laten. Terwijl wij het wel opslaan. Wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze eerste aflevering van de Brighton Carrière Mode. Volgende aflevering gaan we beginnen met de Premier League. Als jullie gezien hebben, kijk. Okay. En dan hebben we de wedstrijd tegen Wolves, West Ham, Aston Villa. De EFL Cup start heb ik Crystal Palace, dus dat zijn 6 wedstrijden. 6 wedstrijden. Dus dat betekent dus dat ik er maar 3 ga spelen. Dat ik 2 afleveringen van worden. Het wordt een lekker lange seizoen. Lekker langere serie. Nou, we gaan net zo lang door totdat we een grote prijs hebben. De Premier League, een Europese prijs, boeit me niet. Maar ik wil je bedanken voor het kijken naar deze allereerste Brighton aflevering. Like, abonneer, laat een reactie achter wie ik voor jullie zou moeten kopen als transfer. En dan check ik jullie later.